vandaag. Iets met stokjes, iets met wokgroenten, iets met een Aziatisch sausje. En vet lekker met garnalen. Het wordt een eitje. We eten omelet met roerbaknoedels. En nee, dat is geen ontbijt, maar avondeten. En daar heb je voor nodig. Eieren, Chinese wokgroenten, zilvervliesrijstnoedels, roze garnalen, gesneden spitskool, 2 teentjes knoflook, sojasaus en wat gebakken uitjes. We gaan eitjes bakken. En daar gaan we heel veel groenten bij serveren. En er komen noedels bij en lekkere roze garnaaltjes. Het wordt smaakvol. We beginnen met het kloppen van de eieren. En ik zet ook vast even een pannetje op, waar ik zo meteen de noedels in kan koken. Ah, wel eigenlijk. We gaan water koken en daar de noedels straks inleggen. En dan 2 minuutjes en dan zijn ze eigenlijk al gaar. Dus vul die pan. En zet hem op het vuur. Deze. Ik heb hier nog een pan op het vuur staan. Die hadden jullie misschien wel al gezien. En die pan, daar zit een bord op en daar al bovenop natuurlijk weer een deksel. En dit is heel handig. Dit kun je zowel voor pannenkoeken als voor omeletten gebruiken. Maar ja, het is een soort warmhoutpan eigenlijk. Strakjes gaan we 2 pannen tegelijk omeletten bakken. En net zoals met pannenkoeken wil je ze natuurlijk wel warm op tafel hebben. Dus die komen dan straks in dit gezellige bouwseltje. De eitjes. Ik heb er 6. Dat is natuurlijk nogal wat. Dat is natuurlijk een gerecht voor 4 personen. Dus deze klop ik los in een kom. Wat we gaan doen is eigenlijk een soort wrap maken. Nou ja, het is natuurlijk geen wrap omdat er geen bloem in zit of maismeel. Maar we gaan dunne omeletten bakken. En die gaan we vullen met allerlei lekkere groenten, met rijstnoedels en dus met de garnaaltjes. Je krijgt een beetje een Aziatische twist met de wokgroenten en de sojasaus. Dus het wordt hartstikke lekker. Pak er even een garde bij. En met die garde klop ik de eitjes los. Maar ik maak ze ook nog even ietsjes vloeibaarder met 75 milliliter water. Dan zal je denken, hé, wat gek. Jij voegt toch altijd melk toe als je een omelet bakt? Nou ja, het ding is, het is natuurlijk januari. En ik denk zo dat zo'n 80% van Nederland op het moment aan de lijn aan het doen is. Hoe lang jullie het vol gaan houden, dat weet ik niet, want ik weet dat het iets is wat altijd het begin van het jaar keihard je voornemen is. En dan zo gedurende het jaar een beetje zo wegzakt. Maar als je water toevoegt, kun je dus toch een net even wat vloeibaarder eimengsel krijgen. Waardoor je mooie dunne omeletten kunt maken. En we hebben natuurlijk al heel veel eiwitten door de eieren. Maar mocht je denken van ja, doei. Ik doe er gewoon een scheutje melk in. Mag van mij ook hoor. Even goed loskloppen. En ook het liefst zelfs echt een beetje lucht erin. Want een omelet mag best wel luchtig zijn. Nou, voordat ik het mengsel op smaak ga brengen met peper en zout. Ja, hij blijft staan. Zet ik vast 2 koekenpannen op het vuur. Kunnen die mooi warm worden. En als jij geen 2 dezelfde koekenpannen hebt, dan moet je misschien eventjes gewoon in delen bakken. Maar ik vind het zelf voor 4 personen wel handig om gewoon snel te kunnen werken. Hier gaat lekker wat peper doorheen. En naar smaak ook wat zout. En dan weer even klutsen. En dan moet je dit mengsel natuurlijk in 4 verdelen, want we gaan 4 omeletten bakken. Dus zorg dat je steeds 1/4 in de koekenpan giet. En bak dus 4 mooie dunne omeletjes. In de pan gaat olie. Dan moet je even goed de pan laten walsen, zodat de bodem van de pan echt bedekt is met olie. Zonnebloem, hè, deze? Nee, olijfolie. Oh, dit is de zonnebloem, die lichtgele. Dit is de olijfolie extra vierge. En dat is de olijfolie om in te bakken. Maar eigenlijk kan alles, hè. Je kan bij wijze van spreken zelfs in boter bakken. Dat is alleen altijd wat lastiger, omdat boter wel sneller verbrandt.
Nou, laat je die pan even goed heet worden. En nou, net zoals het bakken van een flensje. Ik doe het eventjes met een soeplepel. En dan meteen ronddraaien met die pan. Dus ik doe even ongeveer 1 soeplepel per omelet. Hoppatee. Nou, en dan laat je die rustig bakken. En zodra die omgekeerd kan worden, rustig gaan met een spateltje. Voorzichtig. Als je dat eng vindt, kun je hem ook altijd eventjes op een bord schuiven en dan omkieperen kan ook. Maar we willen echt fijne, subtiele omeletjes. Omeletjes zijn bij mij bijna klaar. Hoppatee. Kijk eens, een goudbruin dun omeletje. En dan schuif ik ze dus op ons warmhoutbouwsel. Zo blijven ze er heerlijk warm. Nou, deze is ook wel klaar. We gebruiken wel heel wat pannen vandaag. Maar misschien moet je vragen of je gezin je helpt met afwassen. Een wok. Die wok ga ik ook even lekker op hoog vuur gooien. Dus niet bang zijn. Een wok moet je gewoon altijd echt lekker heet laten worden. Een wok heeft namelijk een ronde vorm. En die vlam, die moet je echt om die wok heen laten gaan. Dat zie je vaak ook in die Aziatische landen als je daar wel eens mee geweest. Daar zijn echt van die mensen die koken echt op enorme ringen met vuur. Die wokken zetten ze erop en die verwarmt dus echt helemaal rondom. Nou hebben wij dat hier natuurlijk niet. Dus gewoon het vuur lekker hoog zetten. En mocht je alleen inductie hebben, dan is het officieel eigenlijk geen wokken. Dan is het natuurlijk roerbakken. Maar het werkt natuurlijk wel als de hitte er maar op gaat. Hier gaat zonnebloemolie in. En wat gaan we er allemaal in bakken? Ik heb vandaag heel veel spitskool. En spitskool is natuurlijk gewoon een witte koolsoort. Hij is alleen net even wat milder dan de gewone witte kool van smaak. Hij is net iets minder scherp. Dus ik vind zelf altijd wel een lekkere, ook om rauw te eten. Die gaan we opbakken in de hete olie. En deze gaan we op smaak brengen met maar liefst 2 teentjes knoflook. En ik maak hem natuurlijk heel simpel vandaag. Maar mocht jij nou in de koelkast ook nog een stukje gember hebben liggen en een lekker rood pepertje, snij die er eventjes doorheen en gooi dat er ook bij. Dat is echt lekker. Echt die Aziatische smaak. Zeg maar zoals we in de Italiaanse keuken ui, knoflook, wortel en bleekselderij gebruiken, hebben ze in de Aziatische keuken eigenlijk de 3-eenheid van knoflook, gember en rode peper. Dus wie weet heb je het liggen. Ik zou zeggen, gooi het erin. De knoflook gaat bij de spitskool. Even een beetje omscheppen. En je ziet het al, hij slinkt. Daar gaat ook Chinese wokgroente bij. Chinese wokgroente, daar zit broccoli in, peen, Chinese kool, sperziebonen en rode paprika. Die gaan we mee wokken. Dus we hebben lekker een bergje groenten. En dat is het ding, hè? Als jij probeert een beetje af te vallen, vul jezelf dan gewoon met heel erg veel groenten.
En wat dan ook zo lekker is, probeer dan gewoon heel veel verschillende soorten groenten door elkaar te eten. Want alleen maar een berg broccoli of alleen maar een berg kool, daar word je niet gelukkig van. Maar als je hem gewoon heel smaakvol en kleurrijk maakt en koolhydraatarm met dus omeletjes in plaats van wraps, kun je dus toch heerlijk eten en echt wel een beetje aan die dijen denken. Gelukkig is de high-waistbroek hip, hè, Sjanne? Kijk, ja. Mij hip zijn. Heerlijk. Als je twee kinderen hebt gekregen, dan is dat echt heel, heel fijn. Wees blij dat nu niet die hele lage broeken in zijn. Pjoe. Ik ben ook gelukkig. Anyway, terug naar de groenten. Dit mag nog ietsjes zachter worden. Ik heb hier een pannetje kokend water voor de noedels. Oeh, heet. Daar ga ik de noedels in wellen. Dus het vuur mag uit. Niet onder de grote pan waar de omeletten op liggen, maar de kleine wel. Want die noedels die kun je wellen. Dit zijn noedels gemaakt van zilvervliesrijst. En die gooi je in het kokende water. Die hebben een minuutje of twee nodig. Dan moet je ze even uit elkaar trekken met twee vorken. En dan zijn ze eigenlijk al gaar. Dus dat hoef je niet in het kokende water te doen. Tenminste, het water hoeft niet te koken. Als het maar warm genoeg is dat ze zacht worden. En dan kun je met een vork heel snel de noedels uit elkaar trekken. En die noedels die worden dus echt gemaakt van zilvervliesrijst. Eigenlijk maken ze van het rijst een meel. En dat meel wordt weer gebruikt om die noedels mee te maken. En die hebben ook gewoon lekker wel een lekkere bite. Dus ja, het is goed voor je, maar het is ook gewoon lekker. De groenten breng ik nog op smaak met onze schattige roze garnaaltjes. En deze roerbak is natuurlijk heel erg geschikt om van alles doorheen te doen. Je zou natuurlijk ook kipfilet kunnen bakken en dat er doorheen kunnen doen. Of biefstuk. Eigenlijk wat je ook maar lekker vindt kan erin. Je kan hem zelfs helemaal vegetarisch maken. Dus het is gewoon een heel goed gerecht om eventjes lekker een rondje koelkast te doen en te kijken wat je nog allemaal in huis hebt. Deze breng ik ook nog op smaak met sojasaus, ongeveer 4 eetlepels. Nou gok ik dat dit ongeveer 4 eetlepels zijn. Nou, zout hoef je niet meer toe te voegen, want die sojasaus is natuurlijk al hartstikke zout. Maar een beetje peper is natuurlijk wel lekker. Een beetje peper. Klein beetje peper. Het is voor 4 personen. Wat zeg je? Het is voor 4 personen. Ja, ja. Ik hou gewoon een beetje van een beetje pit in mijn leven. Ik ga ze niet te lang bakken, de groenten. Ik hou ervan als ze lekker knapperig zijn. Dus het enige wat ik nu even ga doen, is checken hoe het bij de noedels gaat. En moet je nou kijken hoe snel dat gaat. Die zijn gewoon nu al hartstikke zacht. Dus wat ik doe, terwijl ik die noedels uit elkaar trek, is jullie gewoon alvast even vertellen wat we morgen gaan doen. Het is tijd voor nasi, maar dan van bloemkool, rijst en kip. Die kip marineer ik in ketchup en gaat aan een spiesje. Daarbij komen ook nog eens gegrilde uierringen en dan flink wat gewokte nasi en bami groenten die dankzij de boemboe net even een lekkere kick krijgen. Goed, ik zet overal het vuur uit. De noedels, die giet ik af. En dat doe ik wel echt op het laatste moment. Want die dingen die plakken natuurlijk als een malle aan elkaar altijd. Wat je kunt doen is even een beetje koud spoelen onder de koude kraan. Niet te lang natuurlijk, want dan koelen ze echt snel af. Maar dan plakken ze net wat minder aan elkaar. Lekker laten uitlekken. Happatee. Dan gaan we even een mooi bordje erbij pakken. Want we gaan namelijk iets heel leuks doen. We gaan de omelet in een kom leggen. Dat gaat er heel leuk uitzien. Wacht maar af. Zo.
Want wat mijn plan dus was, is om zo'n mooie dun omelet, die we natuurlijk net met heel veel liefde hebben gebakken. Dus pas op dat hij niet scheurt, want die dingen zijn echt flinter, flinter, flinter dun. Daar gaat hij al een beetje. Die leg ik in de kom. Zodat hij echt als een soort bodem in de kom ligt. Dan schep ik daar een mooie hoeveelheid noedels bovenop. Hoppa. Kijk, die dingen lang zijn. Oh. En mocht je nou noedels overhouden. Noedels kun je dus ook heel goed de volgende dag lekker opbakken. Lekker krokant op hoog vuur. Veel groente erin. Het is altijd lekker. Het is een beetje hetzelfde als misschien als je een restje pasta of zo hebt. Dan heb je ook dat je dat de volgende dag zo lekker kan opbakken. En die krokante stukjes zijn dan eigenlijk vaak het lekkerst. Beetje wat van die saus eroverheen. Want die is natuurlijk heerlijk op smaak gebracht met knoflook en met sojasaus. Beetje groen nog. Nou, als dit geen leuk gerechtje is. Ik heb ook nog een lekkere krokante topping erbij. Ik heb hier namelijk gebakken uitjes. Dus die gaan er overheen. En ik hou van verse kruiden en die heb ik hier liggen. Dus ik pak er nog een paar takjes koriander bij. En mocht je dat nou niet lekker vinden, munt werkt dus ook heel goed in de Aziatische keuken. Mooie lange steeltjes met koriander erop. En voor de mensen die van peper houden. Kijk eens eventjes. En dan met stokjes eten. Ik zou zeggen, eet smakelijk!